Je merkt gewoon dat we steeds meer met z'n allen meer gaan e-mailen en steeds relevanter gaan e-mailen. Wij geven één keer per jaar een benchmark uit. En daar staan heel duidelijk de cijfers in van wat de trends zijn op het gebied van e-mail marketing en ook versus de andere kanalen. Dus ook waar het gaat om social media, zie je daar de verschillen en wat het kanaal e-mail marketing voor je kan betekenen. De trends, social media versus e-mail, ze versterken elkaar ook heel erg. Dat is een gegeven. Ze zijn heel goed in de combinatie te gebruiken met elkaar. Vanuit de e-mail kan je dingen eenvoudig met elkaar delen over het social media platform. Maar ook vanuit een webcare is het goed te gebruiken om de mensen te gaan converteren naar een e-mailadres. Om te zorgen dat je die mensen ook echt bij je houdt. In zijn algemeenheid doen wij e-mail marketing. E-mail marketing is waar we goed in zijn. Kleng, onze e-mail marketing software, is echt de state-of-the-art software op dat vakgebied. Daarnaast hebben we alle e-mail marketing specialisten in dienst die op allerlei fronten kunnen ondersteunen en adviseren. Nou, de samenwerking met eVillage is eigenlijk al jaren aan de gang. Eneco heeft natuurlijk voor energie en gas een enorme database. En het werd steeds belangrijker om persoonlijk te communiceren. Ik zelf ben pas sinds kort betrokken bij eVillage in de samenwerking. Ik krijg een training om te werken met de software. En daarin wordt eigenlijk stapje voor stapje aangegeven hoe je nieuwsbrieven opbouwt. Maar ook hoe je CRM managt. Want dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dat je eigenlijk zo persoonlijk mogelijk kan communiceren, maar toch geautomatiseerd. Dus dat je heel erg reageert op wat klanten van je verwachten en wat ze met je doen en wat ze met je willen. En dat ga je eigenlijk voordat je een e-mail opbouwt helemaal inrichten. En dat is het belangrijkste wat je leert in de training. En daarnaast natuurlijk een mooie e-mail opmaken. Ik heb advies voor bedrijven, met name op het gebied van webwinkels en webshops. Mensen moeten veel meer gaan denken aan customer lifecycles. Dus niet alleen maar een e-mailtje versturen, maar denk even in de klantlevenscyclus waarin ze zitten. En ook afhankelijk van de producten die ze hebben gekocht, dat je daar goed gaat nadenken. Welke producten passen daarbij? En die ga je toepassen in je volgende e-mailuiting. Dat is een belangrijk gegeven en waarvan we nu al weten dat dat absoluut gaat bijdragen aan een hogere omzet.